Het jammere voor de Nederlandse hypotheekconsument is dat terwijl we hier een goed werkend garantieinstrumentarium hebben, we aan de kapitaalmarkt, dat wil zeggen meestal jongens van ongeveer 30 achter een pc in Singapore of in Londen, niet goed duidelijk kunnen maken dat dit ook een goed beleggingsproduct is voor het pensioenfonds of de verzekering die zij vertegenwoordigen. Nou, die vertaalslag proberen we te maken met die nationale hypotheekinstelling. Dus niet door alle risico's van die bank over te nemen, want in de constructies zoals de commissie Kroes die schetst, zit dat het eerste risico sowieso bij de bank blijft. Die bank moet dus gewoon nog steeds goed opletten dat hij die nationale hypotheken met nationale hypotheekgarantie op een goede manier verstrekt en daarna ook beheert, want anders krijgt hij allereerst zelf een scheur in de broek. Dat betekent dus dat het risico dat zo'n nationale hypotheekinstelling loopt ook niet is het risico dat de huizenkoper in de problemen raakt, want dat was al via de NAG geregeld. Maar een theoretisch, maar desondanks risico wat we goed moeten analyseren, het risico dat de bank of de verzekeraar, ook anderen kunnen natuurlijk hypotheken verstrekken, dat die zelf in de problemen raakt. Want op dat moment zijn nog steeds die huizenbezitters allemaal keurig hun hypotheek aan het terugbetalen, mogen we aannemen. Maar de bank die dat allemaal aan het beheren en het incasseren was, die in het zwartste scenario verdwijnt. Dat is een scenario waarin tot nu toe de Nederlandse overheid steeds als redder is opgetreden. Dus in die zin kan je ook zeggen, het is een beetje theoretisch risico, maar het is ook niet zo dat de Nederlandse overheid bij voorbaat wil uitstralen dat altijd, ongeacht de situatie, banken gered zouden worden. Dus hoewel het een scenario is wat tot op heden altijd voorkomen is, dat als er inderdaad verder gewerkt wordt aan een Europees vangnet voor banken in Nederland, maar ook in de landen om ons heen, onwaarschijnlijk zal zijn. Maar waarmee we nog steeds niet zeggen, dat risico willen we niet in beeld hebben en kunnen kwantificeren. Commissie Kroes geeft ook aan dat de risico's die in zo'n situatie zou lopen, allereerst opgevangen moeten worden door het kapitaal dat dan weer in zo'n nationale hypotheekinstelling zit. En vervolgens qua omvang erg afhangen van de verschillen in rentestand tussen de uitstaande hypotheken en de rentestand op dat moment. Daar kan je ook weer een hoop aannames over maken. En die zijn ook weer te beperken door aflossingen op die hypotheekobligaties te gaan koppelen aan de aflossingen op die daadwerkelijk plaatsvinden op die hypotheken. Dus je kunt de risico's ook verder beperken. Vraag was even van, de minister zei op een gegeven moment van, nou, op mijn vraag van, die NAG wordt door heel veel buitenlandse partijen niet goed begrepen. Nou, dat snap ik. Toen werd het, later dacht ik toch ineens van, ja, luister, er zijn zoveel complexe producten, er zijn zoveel ingewikkelde specialisten en er zijn zoveel mensen op die mondiale kapitaalmarkt bezig. Hoe kan het eigenlijk zo zijn dat zo'n regeling dan ineens niet duidelijk is? Dus ik had ook nog zoiets van, ik vind het op zich een plausibel argument, maar hou wel in de gaten dat het ook wel weer zo is dat er allerlei complexiteiten in de financiële markt zitten. Iedereen zegt al dat het zo ingewikkeld is en dan zouden die mensen niet begrijpen hoe wij onze NAG geregeld hebben. Komt dat toch alweer een beetje raar voor eigenlijk. De minister? Het begrijpen van complexiteit heeft zijn prijs. Dan moet die analist, tekenen we nog maar even, kunnen we ons voor ons zien in New York of Londen of Singapore. Die moet zich dus gaan verdiepen in een product in een ver land. En als hij dat zal doen, dan zal hij toch zeggen, ja, het is wel een ingewikkeld product, dus ik wil een extra risicoopslag. En dat vertaalt zich dan weer in een hogere rente voor uiteindelijk de hypotheeknemer waar het ons om te doen is. Dus als het ons lukt om aan die kapitaalmarkt duidelijk te maken en die rapporten geven aan dat het mogelijk moet zijn, ja, dit is wel degelijk een heel verantwoord risico. En daar hoeft u dus geen grote analyses op te zetten. Dit is de Nederlandse staat met een strikje. Dan bevordert dat die verkoopbaarheid en daarbij helpt ook enorm dat ze dan zien, ja, die grote Nederlands pensioenfondsen die nemen daarin deel. Daarvan weten we dat die het als beste kunnen beoordelen. Dus op die manier zorg je dat het prijsvoordeel, waar het ons ook om te doen is, ook inderdaad ontstaat.